Goed, dan voetbal in de zondag. Eerste klasse F, daar stond de streekderby tussen het laaggeplaatste Germanicus en het op de tweede plaats staande Hogeveen op het programma. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen eindigde in een 5-0 overwinning voor Hogeveen. En ondanks de plek op de ranglijst zocht de ploeg van Germanicus toch naar een revanche. Albert schrikt niet, maar hij geeft wel commentaar bij de volgende beelden. Het is de derde minuut van de wedstrijd met Hogeveen in de aanval en Hans Boensma, hij veroorzaakt een hoekschop in het voordeel van Hogeveen. Hoekschop genomen door Roel Smant. Björn Schimmelpenning, de doelman van Germanicus, zit er niet goed bij en dan is het Erik Hegen die de bal niet goed raakt en ver overschiet. Hogeveen toch in deze wedstrijd de betere ploeg, verzorgt de opbouw, zoals hier via Dick Kroesen. Edwin van der Sleen, Erik Hegen gaat diep aan de linkerkant, passeert daar Rob Kollen, zijn voorzet op Marco de Grip en die bal die gaat naast. Eerste goede mogelijkheid voor de centrumspits van Hogeveen. Freddy ten Kaat, de vrije verdediger van Hogeveen, op Edwin van der Sleen. Goede combinatie met Erik Hegen en dan is het Fernando Santing die door kan komen. Goed schot en ook goed gepakt door Björn Schimmelpenning, de doelman van Germanicus. Schimmelpenning had van trainer Rolf Veneboer de voorkeur gekregen boven vaste doelman Rob Kaptein. Jan Hoek, de aanvoerder van Germanicus, gaat er in de fout door een breedtepaasje te geven. En dan is het Michel Ratlo-Haling die door kan breken. Centrum daar, Marco de Grip en in plaats van rechts uit te halen laat hij de bal voor zijn linkervoet. En ja, dan zou je kunnen zeggen, daar is geen begrip voor Marco de Grip. Dieptepaas van Jan Hoek op Erwin Haandrikman. Een van de spaarzame aanvallen van Germanicus. En dan wordt er hens gemaakt door Freddy ten Kaat, de aanvoerder van Hogeveen. En dat betekent en geel en een strafschop. Freddy ten Kaat die daar natuurlijk eventjes een teleurstelling afreageert. Jan Hoek, Erik ten Hoonte en dan in tweede instantie opnieuw Jan Hoek. 25 minuten gespeeld in de eerste speelhelft. 1-0 voor Germanicus. En dat is toch wel een verrassing in vergelijking met de eerste competitiewedstrijd. Toen er door Germanicus met 5-0 werd verloren. Dan zien we hier toch even wat grimmigheid in deze streekderby. Scheidsrechter Hoge die geeft daar een vrije bal voor Hogeveen. Dat duel dat werd aanschouwd door 450 toeschouwers. Dan weer een van die spaarzame counters van Germanicus aan de rechterkant. Wiebo Murk op Erwin Haandrikman. Ideale mogelijkheid. Een uitstekende reactie van Erik ten Hoonte, de doelman van Hogeveen. Die daarmee 2-0 weet te voorkomen. John Lammers voor Germanicus. En daar wordt een hoekschop veroorzaakt, maar die levert dan verder niets op. Tweede helft. Germanicus via Rob Lutmer. Wordt daar overgenomen door Hogeveen. Fernando Santing, met afstand de beste man. Goed schot, uitstekend gepareerd door Björn Schimmelpenning. Ja, die doelman die komt lekker in de wedstrijd door het vele werk wat hij te doen krijgt. Opnieuw Hogeveen. Freddy ten Kaat zoekt dan de diepte op Marco de Grip. Combinatie met Dick Kroesen. Opnieuw Marco de Grip en die wordt daar gestuit door Jan Huizing. En dat betekent vrije trap voor Hogeveen. De organisatie van doelman Björn Schimmelpenning en Roel Smant. Ja, en dan is er weer een uitstekende reactie van Björn Schimmelpenning, de doelman van Germanicus. Dan opnieuw Hogeveen. Goeie actie daar aan de rechterkant. Goed ingekopt door Marco de Grip. En een dito reflex van doelman Björn Schimmelpenning. Dan is toch eventjes weer dat voorbeeld van zo'n streekderby. Hogeveen dat wat geïrriteerd raakt doordat men niet die gelijkmaker kan maken. En ook Germanicus dat zich in deze derby niet onbetuigd liet. Scheidsrechter Hoge is ter plekke. Toch even hier en daar wat duw- en trekwerk. Maar dan wordt het toch allemaal weer gezust. Germanicus trainer Rolf Veneboer die zit zich dan al te verkneukelen met die 1-0 voorsprong. 5 minuten blessuretijd. Henry Reinders voor Hogeveen kapt zijn tegenstander uit.
De voorzet komt en dan is daar Roelsman als een duveltje uit het doosje 1-1 gerechtigheid. Ja, gewoon dat we bijna anderhalf uur hebben gevoetbald hier vanmiddag bij Germanicus. Maar ja, wij scoorden niet. We hebben kansen ervoor gehad, maar dat deden we niet. Ik denk de Grip die sowieso 3 kansen heeft gehad en normaal is het toch minstens 1-1 doet. Dat is toch een klein verwijt. Ja, het was qua spelbeeld terecht dat Hogeveen die goal maakt. Alleen jij weet ook dat hij in de 49e minuut viel. Zelfs in de 50e minuut. En dan is het wel bitter. Dan kan de scheidsrechter tijd bijtrekken. Maar dan is het gewoon, trekt hij veel bij, trekt hij weinig bij. En dan is het erg bitter als hij op het laatste moment valt, ook al is hij terecht. Goed, kijken we ook even naar de stand in de eerste klasse F. Dan zien we dat de MRWKE op kop gaat voor Sneek en Hogeveen. Germanicus vinden we terug op de 10e plaats voor Zwarte Meer. En de studenten van Forward doen het voor hen te hopen in de kroeg beter dan in het veld, want zij staan helaas onderaan.